Daar ben ik bijzonder trots op. Vind ik zo ontzettend leuk. Ja, hij is een van mijn kleinkinderen. Ik heb er alles bij elkaar, nu 10 door. Dat nog een paar door zijn vader en moeder en meer vluchtelingen gekomen zijn. Maar hij is de beste. Nou, eigenlijk doordat ik vrijwilligers ben gaan doen, kom een beetje vanuit haar uit. Ja, alle energie die ik kreeg, doordat ik elke keer bij haar op bezoek kwam, zei ik van nou, ik wil er wel andere mensen gelukkig mee maken. En dat vind ik wel heel erg leuk. En dat is ook de reden dat ik dan vrijwilligerswerk ben gaan doen voor de eenzame ouderen. En dat eigenlijk nog breder heb getrokken door zo'n dag als dit. Hoe vinden jullie het om toch met jongeren te praten? De jeugd is de toekomst en wij zien dat allemaal heel leuk aan en we genieten ervan. We vinden heel veel jonge mensen geweldig. Wij leren ervan, heb ik net gezegd. Sommige dingen zeggen, hey, kijk, dan kijken ze toch even een beetje beter dan wij. Hè? Ik vind het leuk dat die mensen die jonger zijn, dat die er wat voor over hebben voor oudere mensen als ze ondernemen. Dat vind ik heel leuk dat ze dat doen. Ja, waar we zijn. Het is in de Rottentram. En dat is een heel mooi initiatief. Wat eigenlijk door mijn inzamelingsactie is neergezet. En dat is allemaal samenwerken met de Unie van Vrijwilligers. Ik ben met de Rotterdamse Marathon heb ik geld opgehaald. Om wat meer aandacht te vragen voor de eenzame ouderen. En dit is allemaal daarvoor opgezet. Ik hoop dat jullie het ook goed naar jullie zin gehad hebben. Ja! Nou, dat klinkt al goed. Ik zie ook allemaal blije gezichten, dus dat is een goed teken. Sowieso, verbinding is heel belangrijk natuurlijk. En voor ouderen is dat het allermoeilijkst, denk ik. Omdat je dan je partner bent verloren of steeds minder mensen kijken naar je om. En dan voor zoiets kun je echt een verschil maken, denk ik. Sowieso hebben ze natuurlijk heel veel verhalen die je eigenlijk wel gaan wil horen, maar ja, dus we hebben nu al heel veel geleerd over Rotterdam en over hoe het leven überhaupt een beetje in elkaar kan zitten. Dus dat vind ik sowieso heel belangrijk om daar naar te blijven luisteren. Ik vind het al heel mooi dat er heel veel jongeren vandaag zijn. En ik vind al daarmee dat de jongeren die de stap durven te nemen, vind ik het al heel knap. En ik hoop dat wat ik nu doe, dat er vele anderen ook gaan volgen. Dus wie weet. Ik vond het bijzonder leuk. Ik hou van Rotterdam en langs al die prachtige gebouwen waar we gekomen zijn. En ook de eten en zo. Dat is helemaal af.